Dico, ja, ik kan eigenlijk maar één ding zeggen. Van harte. Dankjewel. Hoe is het allemaal gegaan gisteren? Want er was al eerder interesse. Gisteren kwam het opeens in de stroomversnelling. Vertel eens. Klopt. ADO had eerst geen middelen om mij vast te leggen, tenminste om te huren. En na de verkoop van Toornstra hadden ze meteen budget eigenlijk. En toen is het eigenlijk heel snel rondgekomen. Dan zit je thuis aan de taart, want dat was ook nog eens is je verjaardag. Gaat dan de telefoon of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, mijn zakennemer belde 's ochtends dat ik meteen mijn spullen moest pakken en naar zijn kantoor moest komen. Omdat het rond was, moest ik allemaal papieren ondertekenen. Ik ben nog daarna geweest om ook nog papieren te ondertekenen. Toen spinnen ze rond een uurtje of 4, 5 was het echt allemaal officieel. Vandaag de eerste training. Wat is het gevoel dat je hebt bij Den Haag? Ja, goed. Volgens mij is het gewoon een mooie club. Goed opgevangen door de spelersgroep en... Ja, ik heb heel veel zin om hier gewoon aan de slag te gaan. En het ziet er naar uit dat je tegen PSV meteen in de basis begint. Ja, dat ziet er wel naar uit, ja. Hoe leef je toe naar zo'n wedstrijd? Eindelijk weer eens 90 minuten. Hoe leef ik er naartoe? Gewoon zoals normaal, denk ik. Maar ik heb echt heel veel zin in, gewoon klaar om te spelen. En het is al lang geleden dat ik in de Eredivisie heb gespeeld, dus ik kijk er wel echt naar uit. Wat is jouw doel hier bij Den Haag? Want je komt in principe maar voor een half seizoen. Mijn doel is om gewoon zoveel mogelijk te spelen. Beter worden, sterker worden. En, maar uiteindelijk het doel is om weer sterker terug te keren bij Ajax. En daar ook weer de strijd aan te gaan. Zijn er afspraken over gemaakt? Ik bedoel, het is nu een half seizoen. Zijn er afspraken dat het eventueel langer kan worden als het hier goed gaat? En als blijkt dat er bij Ajax nog even geen plekje is voor jou? Nee, daar zijn geen afspraken over gemaakt. Nee. Maar je weet nooit hoe het loopt in de zomer. Dus ik kan helemaal niks uitsluiten. Dat weet ik gewoon nog niet. Zijn er in de kleedkamer al grappen gemaakt over jouw Ajax-herkomst? Ja, een beetje, maar gelukkig zijn er wel meer jongens die van Ajax komen. Dus eigenlijk valt het wel mee. En één voordeel, zowel ADO als Ajax hebben een beetje een hekel aan PSV, toch? Inderdaad. Dankjewel. Alsjeblieft.